Twee weken wachten tot je boodschappen tot aan de voordeur bezorgd worden. Dat is in coronatijd het nieuwe normaal. Die wachttijd is een stuk korter als de bestelde levensmiddelen lokaal besteld en bezorgd worden. Straks een initiatief in Dronten. Het is eigenlijk Nationale Museumweek deze week. En hoewel veel musea proberen om er online nog iets van te maken, kan je er als bezoeker niet naartoe. En dus komt er ook weinig geld binnen, want musea trekken in zo'n speciale week veel bezoekers. En het zorghotel in de Almeerse wijk Tussen de Vaart is één van de drie locaties waar coronapatiënten in Flevoland verzorgd kunnen worden als ze uit het ziekenhuis komen. In wat voor kamer kom je dan terecht en hoe word je verzorgd? We krijgen straks een rondleiding. Het is maandag 20 april, dit is Flevoland. Goedenavond. De bezorgdiensten voor boodschappen hebben het razend druk. Veel mensen proberen de supermarkt zoveel mogelijk te vermijden en bestellen hun levensmiddelen online. Maar de bezorging kan vervolgens wel 2 weken op zich laten wachten. Ondernemers in Dronten hebben de eigen lokale bezorgdienst Delfri in het leven geroepen. Op de website kunnen alleen producten van lokale ondernemers worden besteld. Een van de initiatiefnemers van Delfri is André Aasman. Hij runt in het dagelijks leven een aardappelverwerkingsbedrijf en mist door de coronacrisis een groot deel van zijn inkomen. En dus heeft hij tijd voor andere dingen. Het oorspronkelijke idee is 2 weken geleden pas ontstaan. Daar waar in de wijk waar ik woon, daar werd gevraagd naar een bezorgdienst van de supermarkten. Daar werd niet op ingegaan, zelfs afwijzend. Dat vonden we thuis een beetje raar. Toen dachten we, kunnen wij dat niet doen? Een bezorgdienst opzetten, maar ook de plaatselijke ondernemers helpen. Inmiddels doen er al 25 ondernemers uit Dronten mee. Bijvoorbeeld Tietema, de bakkerij. Maar Polderzoom, die de kaas verzorgt. Verreken, die de appelsap en de appelen verzorgt. Diana van Velen van de Vleetweg, die allerlei zuivelproducten levert. Maar ook Prachtbier, die natuurlijk het biermerk heeft. Maar ook de dorpsboerderij, die de taarten aanlevert. Die kunnen maar een paar taarten per dag, maar die willen we er ook graag bij hebben. Het loopt inmiddels storm bij de bezorgsite. Dagelijks rijden er 3 busjes door Dronten om de boodschappen af te leveren. Het loopt eigenlijk zo storm dat zelfs de webbouwer zegt van ja, dit maken we niet zo vaak mee dat het zo'n voortvarende start heeft. Je zou dus zeggen uitbreiden. Ja, we gaan zeker uitbreiden. En het leuke is, in die paar dagen dat we bezig zijn, klonteren er al een aantal bedrijven bij, maar hebben we zelfs aanvragen van dat ze graag met ons concept in Lelystad willen beginnen. Ondanks de snelle groei verwacht Aasman geen wachttijden, zoals bij de andere bezorgservices. Juist omdat we van de lokale producenten alles bij ons naar binnen halen, dat uit een straal van 17 tot 20 kilometer, denken wij dat we dat aan moeten kunnen. Ja, en die kunnen ook dan bijplussen in productie, bedoel je? Ja, als je dan naar de eerste dag gaat, is het wel leuk om te vertellen. Doen wij een eerste bestelling, bijvoorbeeld naar bakkerij Tietema. En te zeggen van nou, we hebben er voor morgen vroeg om 10 uur willen we graag 69 broden hebben. En dat het meisje in de winkel zegt van ja, maar dat kan niet, want dan is onze hele winkel leeg. Ik zeg nou, dan zul je het moeten bijbakken. Zo werkt het. Het is Nationale Museumweek. Musea in Flevoland zouden veel bezoekers moeten trekken deze week. Maar in plaats daarvan is het er leeg door de coronacrisis. En dat betekent een enorm inkomstenverlies. Zo denkt Museum Schokland 40% van de publieksinkomsten mis te lopen. Ook bij Batavialand in Lelystad gaat het om forse bedragen. Veiligheidsmuseum Pitt in Almere en luchtvaartmuseum Aviodroom in Lelystad verliezen ook flinke omzet. Net zoals voor alle bedrijven die nu gesloten zijn, heeft dat uiteraard vergaande consequenties. Want in deze periode, zeker de meivakantie die voor de deur staat, ja, dan, dat is normaal een hele belangrijke periode voor ons. Dus we missen heel veel omzet. Maar gelukkig kunnen wij inderdaad ook gebruik maken van regelingen die de overheid heeft voorgesteld. Dus daar maken wij ook wel gebruik van. Maar het blijft natuurlijk wel, ja, het is niet fijn, het is niet prettig. De musea geven aan een beroep te hebben gedaan op de NOW-regeling van het Rijk. Een noodmaatregel die omzetverlies gedeeltelijk moet compenseren. De balans kan pas later worden opgemaakt. De musea vinden het zorgelijk dat ze uit hun reserves moeten putten. Wel kunnen ze allemaal de salarissen van vaste werknemers nog blijven betalen. Daarvoor zijn voldoende buffers. Dat geldt ook voor het Aviodroom. Wij hebben zeker een buffer. En het is op dit moment het is gewoon een gezond bedrijf. Dus het is niet dat we ons extreem zorgen daar nu over maken. De musea proberen nu meer online te doen. Zo biedt Schokland een korte documentaire over de expositie die er nu te zien zou zijn.
en laat het Aviodroom weten wat ze nu nog allemaal wel doen. We zijn natuurlijk sowieso gewoon bezig met onderhoud, want dat loopt gewoon door. Maar daarnaast hebben we deze aangelegenheid aangegrepen om dan een aantal dingen in het museum aan te pakken. En eentje ziet u hier achter mij gebeuren. We zijn de winkel aan het verplaatsen. De verwachting is dat als de musea weer open mogen, de bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Aviodroom past daarvoor de ingang aan. Omdat dat ons meer ruimte geeft bij de ingang, dus dat daar mensen beter afstand van elkaar kunnen houden. En daarnaast ook zorgt dat ervoor dat bezoekers elkaar in deze centrale hal niet hoeven te kruisen. Dus de mensen die binnenkomen, kunnen dan een route volgen en de mensen die naar huis gaan kunnen ook een route volgen. De musea denken allemaal als deze maatregel wordt doorgevoerd daar goed aan te kunnen voldoen. Jazeker, we zijn een heel groot museum. Alleen ons binnenmuseum, dan heb ik het alleen over de binnenexpositie, is al ruim 6000 vierkante meter. Dus ja, wij kunnen die 1,5 meter kunnen wij hier zeker waarborgen. Ander nieuws dan. De hulpdiensten moesten vanochtend uitrukken voor een ongeval bij een boerenbedrijf in Luttelgeest. Volgens de politie ging er iets mis bij werkzaamheden en is er iemand gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen afgevoerd naar een ziekenhuis. Een petitie tegen de terugkeer van het kunstwerk Tong van Lucifer op de Knardijk is binnen 3 dagen meer dan 1000 keer getekend. Het actiecomité achter de actie is blij verrast door dat aantal. Dat comité bestaat uit christelijke boeren rond de Knardijk en wordt gesteund door de ChristenUnie en de SGP. Het beeld raakte eind februari beschadigd tijdens een storm. De provincie heeft het daarom weggehaald voor reparatie. Het actiecomité en de 2 christelijke partijen vinden dat het beeld niet meer moet terugkeren op de Knardijk. 3, 2, 1. De hardloopwedstrijd Almere City Run gaat zondag 14 juni niet door vanwege de coronacrisis. Dat meldt de organisatie van het sportevenement. Die hoopt dat de run dit najaar alsnog kan plaatsvinden. Daarover is nog overleg met de gemeente Almere. Alle deelnemers die zich al hadden ingeschreven voor de Almere City Run hebben volgens de organisatie persoonlijk nadere informatie ontvangen. Op 3 locaties in Flevoland verblijven coronapatiënten die uit het ziekenhuis komen, maar nog niet naar huis kunnen. In Emmeloord, in het voormalige Dr. Jansen ziekenhuis, in Lelystad in een vleugel van het Sint-Jansdal en in Almere is het zorghotel Perspectief. Daar is ruimte voor 12 personen, maar niet alle bedden zijn bezet. Aan de buitenkant zie je eigenlijk niets bijzonders aan het zorghotel in de Almeerse wijk tussen de Vaarten. Maar een paar A4'tjes vertellen dat dit een heel bijzondere plek is. Een plek waar coronapatiënten verzorgd worden. En een plek waar niemand zomaar naar binnen mag. Binnen heerst er rust. Het is opvallend stil. Er is plek voor 12 patiënten en er is nog plaats. Hoe gaat het met die mensen die hier zijn? Nou, mensen zijn gelukkig allemaal aan de beterende hand. Ze worden intensief begeleid door de huisartsen. Maar daarnaast is bij ons is de ergo betrokken. De fysiotherapie van de zorggroep Almere is iedere dag aanwezig. Dus de mensen kunnen een beetje geleidelijk aan weer naar de thuissituatie, waardoor ze opgevangen worden door de wijkzorg. En tot die tijd hebben alle mensen hun eigen kamer. Ook is er nog deze speciale ruimte. En een stilteruimte. Voor mensen die hier even alleen willen zijn of met een geestelijk verzorger in gesprek willen. De patiënten worden verzorgd door mensen die normaal in de thuiszorg werken. Het is niet verplicht om mee te draaien in de dienst in het zorghotel, maar er was animo genoeg. Voor nu misschien wel het grootste pluspunt voor de patiënten is dat onder strikte voorwaarden bezoek mag komen. In overleg met de huisarts is gesproken dat er maximaal 2 personen per dag op bezoek mogen komen. Dus dat betekent ook dat het bezoek ook beschermende middelen aan heeft. En de wens van zowel van de huisartsen als van ons allemaal van de verpleging is dat we gewoon een warme, waardevolle zorg op maat willen geven. In het ziekenhuis, begrijpelijk, mag dat niet, zeker op de IC-afdelingen. Maar als mensen dan weer aan de beterende hand zijn, van ja, weet je, hoe mooi is het dan dat toch de familie kan komen? In dit gebouw is rondom zijn natuurlijk allemaal ramen. De keuze is aan de familie. Familie kan ook gewoon langskomen en vanuit buiten contact hebben met familie. En met name in de terminale fase, als mensen echt niet meer naar huis kunnen, is het natuurlijk alleen maar heel warm en waardevol als daar wel familie bij aanwezig kan zijn. Want niet alleen patiënten die opknappen komen naar het zorghotel.
Ook mensen die juist gaan overlijden kunnen hun laatste dagen hier doorbrengen. En dit is dan een kamer als echt iemand die komt te overlijden, palliatief. Dus hier kan een opklapbedje neergezet worden. Dus kan familie aanwezig zijn. Dat is ook een kamer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week is er verzorging in het centrum. Het is zwaar voor de medewerkers, maar ze doen het volgens Astrid van Sloten met alle liefde. We hebben drie groepen natuurlijk, een dagdienst, avonddienst en een nachtdienst. En we hebben daar echt tijd voor genomen dat met de overdracht, dat men ook na elkaar een luisterend oor kan bieden. En in ieder geval ook je verhaal kwijt kan. Ja, maar er gebeurt hier natuurlijk van alles wat mensen ook niet gewend zijn, denk ik. Hè? In de wijk gaan ze natuurlijk van deur naar deur. Hè? Ze gaan van huis naar de cliënten toe. Hier ben je natuurlijk op één plek. En zijn de mensen natuurlijk ook zieker. Hebben toch ook wel wat complexere zorg nodig. En ja, dat doet ook wat met je als medemens. Maar nogmaals, ze vinden het allemaal heel bijzonder en heel fijn dat ze dit mogen doen. Want zo voelt dat ook voor hun. Studenten van de Eres Hogeschool in Dronten hebben een nieuw hulpmiddel bedacht voor varkensboeren. Die maken soms gebruik van varkensopdrijfschotten. Dat zijn grote platen waarmee een varkens de goede kant op kan duwen. De oude platen lieten te wensen over en dus bedachten studenten een verbeterde versie. Als ik dan hier een varken ben, zeg maar, dan loop jij met het schot om mij een kant op te krijgen. Om het hok uit te krijgen of over de gang te laten lopen. Ja. Maak kennis met de Easy Sort. Een schot waarmee je varkens een bepaalde kant op kan dwingen. Bijvoorbeeld de vrachtwagen in. Een groep studenten uit Dronten legt de laatste hand aan een eerste partij van 28 varkensschotten. Dit soort schotten bestaat al, maar dan zijn ze van hout, zwaar en volgens de studenten niet ideaal. Tijd voor een nieuwe versie dus. Deze schotten zijn heel handig omdat ze ten eerste zijn ze veel lichter dan het huidige schot. Het huidige schot is bijna 6 kilo en dat is deze belangen na niet. Daarnaast is hij heel handig schoon te maken. Er zitten geen gleuven en rare hoeken in, waardoor je heel makkelijk met hoge drukspuit eroverheen kan en alle viezigheid eraf is. En daarnaast is hij heel stevig en hebben we er een alarm op zitten, waardoor je de rammelaar die de meeste boeren nu gebruiken eigenlijk niet meer nodig bent. De rammelaar, dat is een soort peddel met knikkers waarmee de boer lawaai maakt en zo de varkens extra motiveert om in beweging te komen. Dat kan volgens de studenten dus anders. We dachten, als je het geluid kunt verwerken in het schot, dan heb je een hand vrij en dan ben je meer wendbaar. Het klinkt allemaal zo logisch. Ja. Waarom was het er nog niet dan? Geen idee. Ik denk dat er zijn een aantal boeren die het misschien ook zelf wel hebben geprobeerd. Maar om zoiets voor een grote markt te maken is best wel lastig. Je zit vaak dat als je iets goedkoop wil laten produceren, dat je met een hoge productie zit. Nou, dat is met een nieuw product altijd wel lastig om dat in één keer voor elkaar te krijgen. En dus kost het, zoals nu ook best wel veel tijd en inzet om zelf te beginnen en een opzetje te maken. En veel onderzoek naar wat zijn goede materialen, wat kunnen we gebruiken. En dat kost gewoon moeite om dat op de markt te brengen. Dus, zitten boeren hierop te wachten? Ja, ze het horen wel. We hebben al veel positieve reacties gekregen. Ook van het bedrijf wat de schotten ook maakt, zeg maar. Die hebben ook al hoogte van gekregen dat wij dat maken. Die de oude schotten maakt, zeg maar. Maar veel mensen die weten dat we ermee bezig zijn en zouden er graag een willen kopen. Dus ze het horen wel. Echt succes voor de leerlingen is de opdracht natuurlijk pas als de scholieren een goed cijfer krijgen. Ja, dit is wel voor een cijfer. En gaat het goed komen dan? Of, Wij denken dat het wel goed gaat komen. Oud-profvoetballer Hedwiges Maduro uit Almere wil als trainer de internationale top gaan bereiken. De 35-jarige oud-international gaat na de zomer aan de slag bij Almere City FC als coach. Hedwiges Maduro begint komend seizoen aan zijn eerste klus als zelfstandig trainer bij Almere City onder de 21 jaar. In deze onzekere coronatijd zal zijn officiële debuut nog wel even op zich laten wachten. Ik weet natuurlijk niet hoe dat gaat lopen in de toekomst, maar daarom ik ben wel vooral aan het voorbereiden op de laptop, trainingsvormen uitwerken, presentaties. Dus daarin kan je wel alvast je winst boeken. Maar ik hoop dat we heel snel weer kunnen voetballen. Maduro heeft als beginnend trainer een goed doordachte visie en wil als coach een duidelijke identiteit creëren. Gewoon door duidelijk te zijn, door eerlijk te zijn. Dat heb ik ook wel geleerd als speler. Je kan beter hard zijn tegen een speler waarom die niet speelt bijvoorbeeld dan eromheen draaien.
uiteindelijk gaat die speler harder werken. En als hij het redt, dan redt hij het. En als hij het niet redt, ja. Dat is het harde van profvoetbal. Ja, dan heb je er tenminste alles aan gedaan. En ja, zo'n trainer ben ik wel. Ik denk dat je als coach, als je constant hard bent, dat op een gegeven moment die kracht ook weg is. Want dan hebben spelers het al heel gauw gezien. Maar als je in één keer kwaad kan zijn, ja, dan komt het veel harder aan dan dat je constant kwaad bent. De Almere legt de lat hoog en wil de internationale top gaan bereiken. Hij heeft veel geleerd van Danny Blind en Ronald Koeman. Maar zeker ook van zijn oude coach bij Valencia en Sevilla. Ik kijk ook naar Unai Emery. Die heb ik heel lang gehad in Spanje. En die is een beetje een mix daarvan. Een people's manager, maar ook echt een voetbalbeest. Die kijkt zoveel voetbal en is telkens bezig met het team en met de tegenstander. Dus ik ben ook wel een beetje zo. Maar eerst gaat Maduro dus vlieguren maken bij Almere City. Waar hij talent wil ontwikkelen en spelers wil afleveren bij het eerste. Die jongens moeten zich vrij kunnen voelen. Ze mogen fouten maken. Ze moeten juist fouten maken om beter te worden. Dus dat gevoel wil ik ze wel meegeven. Ja, en je kan af en toe even droppen dat je tegen Messi en Ronaldo hebt gespeeld. Hè? Dat vind je misschien ook leuk. Ja, ik heb nog filmpjes die ik af en toe kan laten zien. Ja. Maar zo moet het, jongens. Dus, nee, maar dat komt goed. Het virus Maduro bij Almere City FC. Dit was Flevoland voor vandaag. We herhalen het nieuws elk half uur vanavond. Behalve tussen 7 en 7:30. Want dan is het tijd voor digitaal de groetjes doen in lieve opa, lieve oma. Voor nu een fijne avond. Heel graag tot morgen.